ben blij voor de spreektijd, meneer Sintebin, is 2 minuten. Ik heb nog niks gezegd en het is al... Nee, maar ik geef u alleen maar... Nee, maar ik ga kort zijn. Omdat, meneer de minister, trouwens, goedenamiddag, dit dossier en deze kwestie is eigenlijk... is al verschillende keren natuurlijk in commissie en plenaire hier geweest wat betreft de weerslag van de aanslagen van 22 maart op het toerisme in Vlaanderen en in Brussel. Maar de aanleiding van mijn vraag zijn natuurlijk de nieuwe cijfers of de voorlopige cijfers van toerisme Vlaanderen die toch aangeven dat er toch een heel negatieve impact is op het toerisme in Vlaanderen. 5,6% minder overnachtingen globaal, 11% minder buitenlandse overnachtingen. Wat betreft de Franse markt min 9%, Duitse markt min 10%, Britse markt min 20%, Amerikaanse markt min 25%, Japanse markt min 45% en in Brussel... Collega Pochet is er even niet. In Brussel waren er vorig jaar 1/5 minder overnachtingen. Ik besef wel en ik weet ook wel, ik wil trouwens ook geen paniek zaaien natuurlijk. Het is allemaal de bedoeling, constructief bedoeld. En ik weet ook dat de laatste maanden er toch een heropleving is geweest. Maar toch denk ik dat aan de hand van deze cijfers misschien beleidsmatig er iets anders moet gebeuren dan het beleid die nu gevoerd wordt, meneer de minister. Dus uw reactie graag op deze nieuwe cijfers van Toerisme Vlaanderen. Dank u wel voor uw antwoord, meneer de minister. Ik zeg nogmaals, mijn vraag was niet negatief bedoeld natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo, en dat is natuurlijk het gegeven, dat men altijd moet reageren op cijfers die eigenlijk al voor een stuk voorbij gestreefd zijn. Want ik weet ook wel, u hebt het ook aangegeven, dat eigenlijk de cijfers van de laatste maanden van 2016 hoopgevend zijn of waren. Natuurlijk, u spreekt ook over een stijging van buitenlandse markten, zoals de Amerikaanse markt, de Aziatische markt en zo. Als je dat naast de daling legt van 2016, zitten we nog niet positief. Zitten we eigenlijk nog in het rood. En ik denk dat het vooral die het herstel van die buitenlandse markten het moeilijkst is om dit op een permanente basis te doen. Vandaar ook mijn bijkomende vraag. Ik weet in de commissie in januari werd het gesteld door collega Verstreken en nog een aantal andere collega's die vonden dat er extra financiële middelen moesten komen om campagnes te gaan voeren. U hebt er eigenlijk negatief op gereageerd. Dus de situatie is anders. Wat denkt u? Moeten wij extra middelen inzetten? Nogmaals, meneer de minister, ik ben blij dat er zich een positieve trend opnieuw aan het aftekenen is. Ik ben met u akkoord dat er geen ondoordachte campagnes moeten gevoerd worden, maar ik pleit wel al jaren hier in het parlement ook om eigenlijk te zorgen dat er geen wirwar van campagnes is die door elkaar lopen. Ook wat betreft aparte campagnes, buitenland, binnenland, ik denk dat je inderdaad moet focussen op uw markt, op uw strategische markt, op een structurele wijze, specifiek naar de Brugse accenten toe. Maar dat zal binnenkort allemaal verbeteren, collega Landuit. Maar ik zou u misschien ook willen vragen om in het kader van 100 jaar grote oorlog kunnen we misschien ook nog een extra inspanning, een extra campagne, 2017, 2018. En zouden we er kunnen inslagen om nog wat extra toeristen naar Vlaanderen te lokken?